Eerlijk is eerlijk. Ik vind het best wel een dingetje. Hij lekt heel erg. Ik was me al helemaal aan het klaarmaken voor bed. Maar toen bedacht ik me, oh, ik heb mijn nieuwe broek nog niet eens gepast. Ik bedenk zeg maar van tevoren van hoe wil ik mijn thumbnail er laten uitzien. En dan neem ik een aantal poses aan. En dat ziet er dus zo uit. Nou jongens, dat heb ik ook weer afgeleerd. Oh man. Goedemorgen. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Marloes en ik ga je weer meenemen in mijn leven. Het is maandag en ik heb net mijn lunch gemaakt. Ik heb de hele ochtend gewoon zitten werken, vloggen, edit, artikelen getypt. Ik ga vanmiddag bezig met een samenwerking. Dus op zich is er vandaag niet heel veel speciaals, denk ik. Het is wel super lekker weer. Ik wil straks ook nog, denk ik, eventjes een stuk wandelen om even mijn beweging te krijgen. Ik ben trouwens op dit moment 21 weken zwanger, morgen 22 weken. Ik kan mijn buik nu niet echt goed zien omdat ik een wijde trui aan heb. Maar ik zal nog wel eventjes een buikupdate doen in deze vlog. Dat vinden jullie vast wel leuk om te zien. Dan heb ik hier mijn lunch. Ik heb 1 cracker met vega filet americain en ei. 1 met pindakaas, eentje met, dit is cookies, milk en cookies spread die we hadden voor de proefvideo. Borden vol suiker, maar ik dacht wel heel lekker. Hier heb ik kaas en komkommer erbij. Dus eerst even lunchen, even pauze nemen. Ik ben de vlog van Nienke Plas aan het kijken waarin zij aan het bevallen is. Vind ik natuurlijk super interessant om te zien. En dan vanmiddag weer verder werken. Of het is eigenlijk al vanmiddag, het is 12:15. Maar na de lunch ga ik weer verder werken. Ik heb een gerecht gemaakt, onder andere voor een samenwerking. Maar in die samenwerking benoem ik zeg maar niet het gerecht. Het is alleen voor een foto. Dus ik vond dat echt zonde. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak ook gewoon het recept. Dus deze kun je morgen, als het goed is, zien op optimavita.nl. Dus ga naar optimavita.nl. En ja, als je hem ook wil maken, dan zie je hem daar. Ik heb daarvoor al boodschappen gedaan net. En toen ben ik bij de Jumbo geweest. En heb ik gelijk ook even andere dingen gehaald die we nodig hadden van de Jumbo. En ik denk dat ik nu, het is 4:30. Ik ben al redelijk klaar met werken. Dus ik denk dat ik nu even naar de Lidl ga. Sven die is voor het eerst aan het werken in zijn, op zijn nieuwe kantoor. Of zijn op, bij het nieuwe bedrijf. Dus die is vandaag heel druk met werken en wat langer weg. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon even zelf boodschappen doen. Ik zou ook nog even een buikupdate doen. Misschien kan ik dat hier goed doen. Dit shirtje zit echt strak. Het groeit nu echt snel, jongens. En eerlijk is eerlijk, ik vind het best wel een dingetje. En dat had ik niet verwacht. Het is zo wennen aan je lichaam. Niet alleen je buik groeit, maar ook mijn borst zijn echt al ruim 2 cups gegroeid. Maar ik heb ook het gevoel dat je überhaupt plofferig bent. En heel veel mensen zeggen tegen mij van ja, je ziet het niet aan je armen en aan je benen. Maar ik voel het wel. Weet je, je houdt gewoon vocht vast. Zelfs in mijn vingers, weet je, mijn ringen zitten strakker. Alles. En ik had niet gedacht dat ik dat zo erg wennen vond. Ook qua kleding. Ik kom er dus nu achter van ja, ik vind deze combi toch eigenlijk ook niet echt je van het. Dus ik ben heel erg zoekende in wat trek ik aan. En laten we vooropstellen, ik ben echt gigantisch blij met de zwangerschap en ik voel me echt zo gezegend, weet je, dat het ons gegeven is dat ik ons kindje mag dragen. Laten we dat echt voorop stellen. Ik zou echt niet mijn buik willen opgeven. Ik vind het heerlijk, ze schopt, ik ben gezond, ik ben mega gelukkig, maar ook vind ik het een dingetje dat het zo snel verandert en ja, dat je totaal niet het gewend bent aan je lichaam en wat je kunt. En wat kom jij doen, mevrouwtje? Kom je kijken? Kom je gezellig kijken? Jij bent nu nog mijn baby, hè? Maar je blijft ook onze baby, hoor. Ja, ja, jij hebt ook een beetje een buik, hè? Nee, Malkie is op dieet en we hebben het idee dat het best wel goed gaat. Het gaat natuurlijk niet snel het afvallen, maar dat komt wel. En ze hoeft echt niet van ons heel veel af te vallen. Maar misschien ietsje is wel goed. Ja, je bent er klaar mee, hè? Maar goed, voor zover mijn rant over mijn lichaam tijdens de zwangerschap. Maar ik wil gewoon helemaal eerlijk zijn. Ik weet gewoon dat er heel veel zwangere vrouwen zijn
die dit ook zo voelen. Maar het is zo'n taboe. Weet je, we mogen er niet over praten. En we moeten alleen maar dankbaar zijn. En natuurlijk ben ik het daarmee eens. Je moet ook echt dankbaar zijn. Maar dat neemt niet weg dat je af en toe gewoon je onzekerheden hebt. En dat is ook oké. Weet je, daar mag je ook over praten. En dat doe ik dus bij deze. En ook natuurlijk tegen Sven en mijn vriendinnen. En, nou ja. Ik heb al eerder gewandeld. Ik wilde eigenlijk gaan wandelen op deze manier naar kickboksen gaan. Maar ik was zo bang dat ik dan echt geen zin meer zou hebben. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon om 6 uur. Want hij is toch niet om 6:30 of pas om 6:30 thuis. Dus ik heb lekker een half uurtje gewandeld. Nu is het 6:15 en ben ik gewoon klaar met alles. Hoe chill. Dus ik ga vanavond gewoon helemaal ultiem chillen. Ik heb volgens mij 7700 stappen gezet vandaag. Dus ik keur hem helemaal goed. Niet dat ik minder stappen niet zou keuren hoor. Ik ga lekker dit eten wat ik had gemaakt. Sven die had een restje van de spinazietaart. En die doet daar nog een beetje ovenfrietjes bij. En dan zijn we allebei happy de peppy. Oh, ik heb net lekker gedoucht onder de nieuwe douche. Sven die staat er nu onder. En dat is zo lekker. Hij was echt zo heerlijk. Dus dat is echt genieten. Verder heb ik Love Island gekeken. Ik wilde nog wat vertellen. Oh ja, en nu ga ik even het boek Geboorte vol vertrouwen uitlezen. Want ik moet nog een paar bladzijden. Ik denk nog 30 of zo. En morgen gaan we naar de verloskundige. En dan kan ik hem dus weer inleveren, want ik heb hem van haar geleend. Dus dat ga ik doen. Het is nu 10:00. Dus wij gaan lekker slapen. Tenminste, lezen en dan slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 6:45 en ik ga lekker ontbijten. Ik ga mijn eten in principe niet zo uitgebreid meer laten zien, want ik vroeg gisteren op Instagram van wat voor video's zouden jullie het allerliefste zien maandag. En volgens mij ongeveer de helft van de antwoorden was een What I Eat video. Dus ja, dan ga ik dat maken als jullie dat zo leuk vinden. Ja, dat lijkt me, ik vind het ook altijd leuk om te maken, dus let's go zou ik zeggen. Ik heb deze outfit aan, deze broek. Ik ben erachter dat ik in deze broeken, in combinatie met zo'n shirtje, voel ik me op dit moment het allerlekkerst. Want ze zitten zo mooi figure hugging, zeg maar. En mijn buik komt er heel mooi in uit. En het kleedt toch mooi af. En ja, ik voel me daar echt helemaal top in. Maar dit is natuurlijk, deze broek had ik laatst besteld. En ik heb er maar eentje van. Dus ik heb er gisteravond gewoon nog één besteld. Sven zei, doe het nou gewoon. Want je voelt je er gewoon heel goed in. En het is nog maar 4 maanden. Maar aan de andere kant is het ook nog wel 4 maanden. En het is dan wel heel wat waard om je gewoon goed te voelen. En toen dacht ik ook, ja, je hebt ook helemaal gelijk. Dus ik heb gewoon nog zo'n legging besteld in een ander patroontje. Dus die komt als het goed is binnenkort binnen. Ben ik heel benieuwd naar. Ik ga nu lekker ontbijten en ontbijtnieuws kijken. En dan zo meteen, over een uurtje ongeveer, moeten we weg. En dan gaan we lekker het hartje luisteren van ons kindje. En kijken of het met mij allemaal goed is. Oftewel, op controle. Nou, daar gaan we hoor. Ik ben nu wel op het punt dat ik het niet meer spannend vind. Nee, ik dacht ook nog, dit is voor het eerst dat ik daar gewoon met plezier in ga. Ja, want ik voel haar gewoon elke dag bewegen. Dus je weet gewoon van, het zit goed. En dan toch wel heel diep in me zit wel ergens van, het zal toch wel goed zijn, maar dat komt er niet uit. Want ik voel geen spanning. Oh nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, maar het is gewoon heel erg leuk om haar weer te horen. En te weten hoe het met mij, mijn bloeddruk en mijn baarmoeder gaat, of ze goed groeit. Ja. Dat is wel leuk. We gaan eens even stiekem boven kijken, want onze douche lekte. En Sven die was not amused, maar we vonden het ook eigenlijk wel grappig. Hoi. We vonden het helemaal niet grappig. We vonden het niet grappig, hoor ik net. Dus nu zijn we net naar de verloskundige eventjes naar de bouwmarkt geweest en heeft hij gereedschap gekocht, want dat had hij eerst van zijn vader geleend en nu is hij de douche aan het maken. Zoals je ziet zit hij er al in. Hij lekt heel erg, lieverd. Hij lekt heel erg. Ja. Maar ja, het loopt echt in een straaltje eruit. Maar hij probeert het dus nu te fixen. Het lekt dus daar. Maar ja, dat is niet zo makkelijk, zeg maar. Nou, die knappe man van mij die heeft de douche gefixt. Na een paar keer gevlok en getier van boven te horen. Want hij deed het eerst even niet. Tenminste, hij lekte nog steeds. En ik voel me dan zo machteloos, zeg maar. Want je wilt dan heel graag helpen. Maar ja, ik heb er totaal geen verstand van. Dus je weet dat je beter gewoon niet kan helpen.
Dus ik ben lekker beneden gebleven. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. En vind ik ook nog best wel snel. Maar als je er natuurlijk mee bezig bent, dan is het helemaal frustrerend. En we hebben de box opgehaald. Die staat nu nog in de auto. Dus die gaan we zo even uitladen en boven op de babykamer neerzetten. En dus ik laat je het, hij is natuurlijk uit elkaar, maar ik laat je het kleurtje wel even zien. En er zit ook onderin zo'n lade. Dus dat vind ik ook super fijn. Dus ik denk een hele fijne box. Ook die hebben we voorlopig echt nog niet nodig. Maar dan is hij alvast maar binnen. En dat is echt mijn tip. Ik had een toffe box gezien in de winkel. En uiteindelijk die opgezocht op Marktplaats. En dat bespaart je gewoon echt heel veel. En je hoeft niet iets nieuws te kopen. Maar iets tweedehands is natuurlijk ook prima. En sommige boxen zijn natuurlijk echt dat er bijtplekken in zitten en zo. Of dat ze heel erg gebruikt zijn. Ja, die zou ik liever niet zelf gebruiken. Maar deze ziet er echt nog als nieuw uit, vind ik. Met hier en daar een krasje. Ja, weet je, dat maakt me echt niet uit. Dus als je ook op zoek bent naar zulke dingen, dat is een tip van mij. Had ik trouwens al gezegd dat alles goed was bij de controle? Nee, ik weet het niet meer. Alles was dus goed. We gaan nu lekker lunchen in het zonnetje. Ik wilde nog wat zeggen. Och jee. Zwangerschapsbrein. De douche doet het. Ja, de douche doet het. Dat had ik al gezegd. Daar was ik gelijk heel tevreden over. Maar ik kom er zo vast wel op. Ik ben aan het werk geweest op mijn kantoor. Cliënten gezien. En nu ga ik inpakken en dan lesgeven. Ik heb er best wel weer zin in. Ik ben benieuwd hoe het dan weer gaat. Elke week is het weer het uitvinden van hey, hoe gaat het met mijn puff vandaag? Hoe gaat het met mijn energie? Ja, ik heb een nieuwe mail. Maar ik vind het in ieder geval heel leuk om te doen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, ik moet natuurlijk ook wel veilig zijn. Maar dat is het tot nu toe zeker. Dus dat komt helemaal goed. En ik heb er dus zin in vanavond. Ik heb weer even één oud nummer van vroeger voor mij heb ik opgezocht. En die ga ik weer eens even doen. Dus die ga ik nog even oefenen. Zo, ik ben lekker thuis na het lesgeven. Heerlijk ontspannen. Ik ben de documentaire Moordtieten aan het kijken van Dionne. Oftewel Onnedie op YouTube. En die is uitgezonden op NPO 3. Dus die ben ik nu terug aan het kijken via de, nou ja, tv. En ik wilde ook nog even laten zien. Kijk hoe mooi mijn plekje al geneest. Het is nu echt nog een heel klein korstje. Het begint nu ook een beetje te jeuken. Dus dat betekent dat die gaat genezen. En hij is echt, ja, ik denk dat hij er echt over een paar dagen wel afvalt. Dus dan ben ik echt heel benieuwd hoe het er dan uitziet. Maar volgens mij zie je er dan echt helemaal niks meer van. Dus ik ben er tot nu toe echt mega blij mee dat ik dit heb gedaan. Ik was me al helemaal aan het klaarmaken voor bed. Maar toen bedacht ik me, oh, ik heb mijn nieuwe broek nog niet eens gepast. Dit is hem. Ook weer van Hip voor de Heb. No Spon. Heb ik er al wel over verteld? Ja, toch? Want ik vind die andere zo fijn. En ik dacht, weet je wat, ik bestel er nog één. deze heb ik in een maatje L gekocht. Zodat hij nog iets meer rek heeft voor mijn buik. Voor als hij groeit. Maar je ziet het, hier zit hij ook gewoon echt prima. Dus normaal zou ik echt maat S hebben. En deze qua maat L is dus ook nog steeds prima. Ook niet veel te lang. Ik denk als ik schoenen aan heb dat hij, nou, niet misschien net op de grond hangt, maar ik denk het niet. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ze zitten zo lekker. Oh, en ik zou jullie nog de box laten zien. Even hier het licht aan. Dat kan je natuurlijk nu helemaal niet zien qua kleur. Wacht, hier. Ik moet eventjes dit open. En dan gaat het licht weer uit. We komen er wel, jongens.
Nou, je kan het wel een beetje zien. Kijk, het is dus zo'n houtkleur, maar een koele, lichte houtkleur. En dit is een la die onder in de box komt. Echt helemaal top. Maar hij ziet er dus echt nog top uit, dus heel blij mee. Goedemorgen, het is woensdagochtend 10:45. Ik heb gelijk mijn nieuwe broek aangetrokken met gewoon een wit shirtje eronder. En I love it, echt. Ik plaatste ook een foto op Instagram net en mijn DM ontplofte echt over zeg maar waar die broek van was. Ondertussen heb ik ook weer hooikoorts. Het is weer mooi weer, dus ik ben loop weer te snotteren. Maar ja, we weten ondertussen wat het is, gelukkig. En je schijnt er ook gevoeliger voor loopneuzen te zijn als je zwanger bent. Dus ja, dat verklaart een hoop. Dus mocht je denken, waarom zitten ze te snotteren? Nou, dat is daarom. Het leek me wel leuk. Ik ben nu bezig met video's maken voor mijn online cursus die ik aan het maken ben voor zwangere vrouwen. En ik heb dus ook een thumbnail gemaakt voor een van mijn video's net. En dat leek me wel leuk om jullie te laten zien hoe ik dat dan doe. Want zo doe ik het met thumbnails voor elke video. Ik neem dan een video van mijzelf op. Dus dit heb ik net opgenomen. En dan neem ik gewoon een aantal poses aan. Ik bedenk zeg maar van tevoren van hoe wil ik mijn thumbnail er laten uitzien. En dan neem ik een aantal poses aan. En dat ziet er dus zo uit. Echt heel awkward. Nou, dan gaat ze hoor. Pose 1. Zo. En dan denk ik, oh, dat is misschien wel leuk. En dan doe ik nog net even wat anders. En dan nog een keer. Ja, en dan denk ik van, oh, het is wel goed. En dan zet ik de camera weer uit. En dan uiteindelijk, ik zal deze even wegklikken, kies ik er eentje uit en die plak ik gewoon, daar maak ik een print screen van, die plak ik in Paint. En vervolgens ga ik naar mijn editprogramma. Oh, die moet ik niet hebben. Maar dat doe ik op een website, gewoon een website waar iedereen bij kan. Befunky.com. En dan ga ik een foto-editor starten, die foto uploaden. En kijk, hier staat dan een oude, kan je dat goed zien? Een oude thumbnail die ik heb gemaakt voor een van de video's die er in die cursus komt. En nu ga ik dus een thumbnail maken van deze foto. Zo, en dit is hem dan geworden. Heel simpel, gewoon een randje eroverheen gezet en een tekst er, of een randje eromheen en een tekst eroverheen. En zo maak ik dus ook de thumbnails van mijn YouTube video's. Ik doe dat dus eigenlijk echt heel amateuristisch. Er zijn echt YouTubers die helemaal met Photoshop en zo aan de gang gaan. En de prachtigste of de meest prachtige thumbnails maken. Maar ik ben daar gewoon niet zo heel handig in. Ik wil wel eigenlijk binnenkort mijn hele layout een beetje gaan aanpassen. Ik ben ook al gestart met een andere intro maken. Want dat muziekje dacht ik van, ja, misschien kan die er wel uit. En dan een beetje aan het begin van wat komt er in elke vlog. Dus dat is nu al anders geworden. Maar ik wil misschien wel een leuke intro die iemand geanimeerd heeft voor mij. Maar ja, ik moet dus iemand hebben die dat voor mij kan doen. En ook nu heb ik dat zo'n drop-down. Als het bijvoorbeeld maandag is, dan dropt die zo down van maandag. En dat wil ik misschien ook een keer wat mooier hebben. Dus ik ben op zoek naar iemand die dat voor mij kan doen. Maar ik weet nog niemand. Dus mocht je iemand weten, stuur me dan even een DM op Insta. Ik hoop dat ik ze lees trouwens, want ik krijg heel veel DM's. Of reageer even hieronder als jij zo iemand bent die dat zou kunnen. En dat leuk zou vinden om voor mij te doen. Dan lijkt me dat wel heel cool. Of bijvoorbeeld een standaard layout voor een thumbnail. En mocht je je afvragen wat is een thumbnail. Dat is dus wat jij ziet als je op een YouTube video klikt. Ik ben gewoon niet zo'n wonder in het ontwerpen, oké? Dus dan wil ik liever dat iemand dat voor mij doet. Dus ben jij heel handig. Ik werk met Sony Vegas Pro trouwens om mijn video's te editen. Dus ben je handig om ja, iets te maken in Sony Vegas Pro. Of wat ik kan gebruiken in Sony Vegas Pro. Let me know. En dus ontwerpen van de thumbnails. Want ik wil het iets mooier hebben uiteindelijk. Oh, en mocht je je nu afvragen van wanneer komt die cursus voor zwangere vrouwen dan online. Dat zal hopelijk ergens in september zijn of zo. Dus dat duurt nog even. Want er zit heel veel werk in om dat te maken. Maar mijn doel is een beetje om dat in september af te hebben. Dus ja, stay tuned. Ik ga het zeker wel laten weten als de cursus te koop is. Sven is aan het oefenen met baby vasthouden. Kijk, de rechts is in één keer van. Oké, okay. Ja, maar je mag het ook zo doen. Ik heb een baby altijd andersom. Heb je een flesje voor mij? Een flesje? Ja, boven. Dus moet ik even halen? Ik ga halen. Nee. Oké, okay, geen flesje, maar ook je zusje had van. Ik moet even mijn lunch vloggen. Moet ik jouw lunch vloggen? Ja. Oké, okay. Wil je dan de vlog overnemen bij deze?
jij moet kloppen. Ik kan het, als ik mezelf vasthoud, word ik ongemakkelijk. Als jij hem vasthoudt, is dat niet zo. Ja, maar ik hou me niet vast, zeg maar. Ik heb een stukje van mijn moeders draadjesvlees. Ja. Wij noemen het draadjesvlees, hoe noem jij het? Ook, ja, wij aten dat nooit. Dat, wij aten dat nooit. Maar ik weet het ook als draadjesvlees. Ja, iedereen weet dat het vlees van, of het zelfgemaakte vlees van je moeder, het lekkerste is. En bedankt. Nee, dat... ja, jij zou, als jij dit maakt, dan kun je het niet even halen. Ja, dat klinkt heel lullig. Is het ook? Nee, dat is helemaal niet lullig. Sommige dingen is gewoon een feit. Toch nee, maar, niet? Ja, maar het is ook gewoon zo. Ik kan gewoon geen vlees braden. Nou ja, je hebt er ook een geduld niet voor. Weet je hoe lang dit moet sudderen? Ja. 5 uur in een pan. Ja. Dat deed je al lang al weer weg. Nou goed, was dit je vlog? En ik heb dat. Goeie lunch. Want wat ik gisteren, ik heb gisteren alleen een Limburger gegeven. Sven is zo'n goede eter. Lekker haast. En waar zijn je groenten dan? Ik neem straks fruit. Fruit? Maar dat is geen groente? Ik neem straks een tomkom. Oké. Okay. Conditioning. Ik blijf hier staan. Zwangerschapsdingen. Nou jongens, dat heb ik ook weer afgeleerd. Oh man, misschien zie je het wel aan me, maar ik heb het zo heet. Ik ging dus even wandelen naar de Action en die is ongeveer 20 minuten wandelen, maar het is echt 25, 26 graden zoiets. En ik, dat ik thuis kwam, ik was gewoon echt kapot. Ik kan dit helemaal niet meer. Ik heb nu met veel pijn en moeite een banaan gepakt uit de keuken. En wacht even hoor. Een bakje druiven. Zag je het goed? Een bakje druiven. Misschien dat dat gaat helpen. Even wat suikers, wat koolhydraten erin. En ik heb een groot glas zero limonade gepakt. Dus dit ga ik opeten en drinken. En maar eventjes zitten en tv kijken of zo. Het is 5:30. Volgens mij komt Sven rond 7 uur of zo thuis en gaan we dan eten. Maar ik moet even kijken, nu kan ik echt geen eten koken. Ik heb echt met pijn en moeite dit gepakt. Dus we gaan wel zien hoe het verder kan. Maar een les voor mezelf, niet zomaar weer 20 minuten heen, 20 minuten terug gaan wandelen in de hitte. Want dat kan je kennelijk als zwangere vrouw niet aan op dit moment. Nou, ik ben er weer hoor. De braan en de druiven die hebben me geholpen. Dus ik voelde het goed. Het was echt een hypo, zoals ze dat noemen. Dus een te laag bloedsuiker. Dus herinnering aan mezelf. Altijd wat meenemen als je gaat wandelen. Nu ga ik koken. Dat zien jullie dus weer in de What I Eat in a Week. Of nou, in de 3 dagen video. Sven komt zo thuis. Dus ja, en dan gaan we lekker een chill avondje houden. Goedemorgen, het is donderdag. Het is 11:30 alweer. En ik heb al gesport vanmorgen. Om 7:30 stond ik al in de sportschool samen met Rashida. Want zij wilde heel vroeg. Ik zeg, weet je wat, we hadden al lang niet samen gesport. Dus ik had ook wel zin om haar weer even te zien, te kletsen en tegelijk te sporten. Dus ik ben met haar meegegaan. Maar ik bedacht me dat ik door mijn hypo van gisteren helemaal niet meer mijn Action aankopen heb laten zien. Dus dat wil ik nog eventjes doen. Ik heb natuurlijk niet zoveel gekocht, want ik moest het ook allemaal meeslepen. Trouwens, dit is mijn sportoutfit van vandaag met mijn buikje. 'S Ochtends en 's avonds is trouwens ook een groot verschil. Want 's ochtends is hij een stuk, ja nu is hij al een beetje meer opgezet omdat ik al wat gegeten heb. Maar 's ochtends is hij echt een stuk minder bol dan dat hij 's avonds is. Maar mijn normale sportkleding past tot nu toe nog wel. Alleen maar een paar shirtjes zeg maar. Ik vind shirtjes die aansluiten vind ik heel mooi zitten. Shirtjes die wijder zitten, daar voel ik me wat lomper in. Dus dan kies ik deze. En deze Lululemon broek, ja ik zweer erbij. Ik ben er zo blij mee dat ik die uiteindelijk gekocht heb, want die past dus ook nog steeds. Maar wat ik onder andere gekocht heb is een screen protector, want ik heb een klein barstje. Hij stelt niet scherp.
Ja, daar is hij. Want ik heb een klein barstje in mijn telefoon. Ik heb hem laten vallen. Mijn onhandige acties op dit moment. Maar goed, die heb ik dus. Kijken of dat helpt. Ik heb een deo gekocht. En ik heb een nieuwe conditioner gekocht. Want daar was ik alweer aan toe. Ja, ik gebruik niet zo vaak conditioner. Maar ik gebruik wel veel. Ik doe dus ongeveer 1 keer per week. Doe ik echt een goede conditioner in. En mijn haar groeit trouwens echt als kool. Ik moet eigenlijk echt alweer bijna naar de kapper. Want het begint een beetje dood aan de puntjes te worden. Maar ik ga even weer omdraaien. Zo. Maar ik heb volgens mij de eerste week van juli heb ik een afspraak staan bij de kapper. Dus dat is al over een paar weken. Maar waar ik heen ging voor naar de Action is een nieuwe keukenweegschaal. Dus die heb ik gekocht. Want onze oude die was in 1 keer kapot. Dus ik heb daar een nieuwe gekocht. En dat is echt mijn tip. Koop je keukenweegschaal bij de Action. No spon. Want ik vind ze echt perfect. En ze zijn heel goed betaalbaar. Dan ga ik nu deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. Mocht je dus een videograaf of editor of zoiets weten. Of mocht je er zelf eentje zijn. Laat me zeker weten. Want ik ben daarnaar op zoek. En ja, ik zie je heel graag in de volgende video of vlog. Doei doei!